Alle ministeries zullen een rol krijgen wanneer het aankomt op bezuinigingen. Dit zegt minister Armand Achai-Bashing van Financiën en Planning. Hij geeft aan dat de regering vanaf haar aantreden heeft aangegeven dat er op elk gebied bezuinigd zal worden. De president is reeds begonnen om op zijn kabinet de kabinetstoelage van het personeel af te schaffen. Hierdoor wordt er per maand ruim 2 miljoen SRD bespaard. Daarom krijgt elk ministerie ook de taak om te bezuinigen, benadrukt Achai-Bashing. Alle ministeries hebben hier een rol in en alle ministeries hebben in kaart gebracht waar de bezuinigd zal worden. Niet kan, zal worden. Want als het kan, moet je het doen. Alleen, het vergt wat tijd om het te realiseren. En daarom vraag ik steeds geduld aan de mensen, want we weten wat we moeten doen. Maar Keulen en Aken is niet op één dag gebouwd. Het vergt even geduld en tijd om zaken die we moeten inzetten ook te realiseren. Dus we gaan ook de zaken realiseren die we ons voorgenomen hebben. Volgens Achai-Bashing heeft de werkende klasse geklaagd over de hoogte van belasting die betaald wordt op het loon. En aangezien de belastingen een verantwoordelijkheid zijn van financiën, wordt ook dit vraagstuk bekeken, zegt de minister. We hebben aangegeven dat dat integraal bekeken wordt met andere maatregelen. Dus ook de schijven worden bekeken in samenhang, bijvoorbeeld met de invoering van de BTW. Dus het wordt allemaal bekeken en wanneer het nodig is, wordt het aangepast. Minister Armand Achai-Bashing van Financiën en Planning. Wij spraken hem gisteren voor de aanvang van de RVM-vergadering in het Frank Esset-gebouw.